Er was gisteren bij ons een medewerker van de GGD voorlichting komen geven. En tijdens die voorlichting kwam hij er plotseling achter dat er twee buisjes cocaïne weg waren. Jullie hebben niks te verkopen, jongens? Ja, wat zei je? Jullie hebben niks te verkopen, Gendert? Nee, gisteren wel, maar vandaag het is op, hè? Dus we weten dat ze niet aan mogen komen. Maar ik kan me voorstellen dat als hij een bepaalde kant heen kijkt, de vraag beantwoordt, dat iemand anders de kant ziet. Maar het is verdwenen, we weten nog niet eens hoe het verdwenen is. Ik vond het sowieso dom dat hij echt drugs mee naar school neemt. Vooral naar middelbare school. Wat had ze anders mee moeten nemen dan? Ja, poedersuiker of zo, weet ik niet. We gebruiken die echte drugs ook omdat we weten dat het veel meer impact heeft op de voorlichting als we die gebruiken. Hey jongens, hebben jullie wat coke te koop of niet? Misschien. Ik zie jullie straks daarachter, ja? Ja.